Hoe gaat het hier vandaag met de verkoop? Prima, jongen. Ja, zijn er veel kopers? Heel veel kopers, maar meer kijkers. Ja? Wat verkoop je vandaag zoal? Heb je nog leuke? Fluitjes. Ja. En een spin. Ja, wat zijn allemaal hele gekke dingen. Laat eens zien wat voor catchy dingen je allemaal hier hebt. Fretjes, mooie fretjes hebben we. Kijk eens even wat leuk. Die spelen de hele dag met elkaar. Hè. Ze maken ook nooit geen ruzie. En ze zijn tam. Ja, zij is ook... En de dierenactivisten, wat vindt Marianne Thieme ervan? Ja, die vindt dat heel mooi. Ja, die vindt dat wel top. Ja, en wat heb je nog meer? Ik zie allemaal... Vliegende koe. Vliegende koe. Hebben we geen puntdraad meer nodig in de wei. Vliegen van de ene wei in de andere wei, hè? En de melk? 11 liter per dag. 11 liter? Ja. Oh, dus dan kom je al aan je kwotum, hè? Oh, heerlijk. Ja. En je hebt ook een bepaald fluitje wat jij kan doen. Dan kun je een leuk melodie... Goed. Ja, ik vind het bijzonder. Goed zo. Hoe vindt u het hier vandaag in Otterlo? Ja, mooi. Ik vind het leuk hier. Ja. Ik vind deze markt leuk, daarom wij zijn hier. Wij komen hier van de eerste keer. Ja, ik vind het helemaal... Ja, en wat verkoopt u hier? Ik verkoop leren wandjes, petjes. Kindertrui, ketting. Allemaal spulletjes dus. Waar komt u zelf vandaan? Wij komen uit Ecuador. Ecuador. En is dat uw man die daar aan het spelen is? Ook kom uit Ecuador. Ja, en wat speelt uw man? Ja, die panfluitmuziek ga je spelen. Zijn er veel mensen uit Otterlo die de muziek mooi vinden? Jawel, ja, veel mensen vinden leuk die muziek, panfluit muziek. Ah, dus ik vind het mooie muziek. Dankjewel, ja. Ook. En ben jij hier ook dingen aan het verkopen? Ja, met mijn moeder en mijn vader. Ja, want wat verkoop je hier allemaal? Zuid-Amerikaanse spullen uit Ecuador. Oké, okay, want kom jij zelf ook uit Ecuador? Ja. Maar waar woon je nu? Amsterdam. Oké, okay. En hoe vind je het om hier nou in Otterlo te zijn? Best wel leuk. Ja, zijn er aardige mensen? Ja. En willen ze ook allemaal wat dingetjes kopen of valt het nog een beetje mee? Het valt wel mee. Ja. Wat is hier nou het meest populair? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar willen ze vaak petten hebben of willen ze de cd's hebben of bandjes of dingen in de haren? De petten. Petten vinden ze het mooist? Ja. Wat verkoopt u hier? Naaimachine. Naaimachine? Kunt u uitleggen waarvoor het is? Dat is het beste idee. Zonder draad, geen garen meer nodig. Een soort haknaald draadje pakken voor de stof, hij gaat zo automatisch dicht. Dus dit is eigenlijk het naaien zonder garen? Ja, hij pakt eigen draad van de stof, gaat zo automatisch dicht. Nou, ziet er helemaal netjes uit, perfect. Ja, dankjewel. Wat vindt u ervan? Je kunt er ook knopen mee aanzetten. Nou, dat is makkelijk, je kunt er broek mee zomen. Je moet er alleen een draadje doorheen doen, dus dat is hartstikke mooi. Ik zeg uitvinding. Ja, is het ook. Dus na het bakken zonder vet is het nu naaien zonder garen. Ja, daar komt het op neer.